Ik werd benaderd door Amy van Zon en haar tomeloze energie is overweldigend. Dus ik kon ook bijna geen nee zeggen, maar ik heb er helemaal geen spijt van. Want ik wilde al een tijdje iets doen waarbij heel veel mensen mij hout zouden leveren. Ik werk met sloophout en het is mooi om zoveel mogelijk participanten te hebben. Nou, zo kwamen we op het idee om de letters van TEDx Arnhem in rood hout te maken. Ik werk met sloophout, wat ik kan zeggen. En we hebben gevraagd, of althans Amy heeft gevraagd, aan zoveel mogelijk mensen om rood hout te leveren. Nou, en dat heb ik gekregen en daar ga ik de letters van maken. Dus ja, ik werd benaderd en ik ben ontzettend enthousiast om mee te doen. Maar ja, letters zijn natuurlijk maar letters en ik hou heel erg van realistische iconen. Toeval of niet, Wubbel Ockels is de inspiratiebron of een van de inspiratiebronnen van deze TEDx. En dat was een ruimtevaarder. En nou wil het toeval dat ik al heel erg lang een ruimtevaarder wilde maken in hout. En ik had al jaren het beeld van Ed White, dat is de Amerikaan die als eerste maan of een ruimtewandeling maakte. En ja, nou ja, nu had ik een prachtige aanleiding om een ruimtevaarder te maken. En die kan mooi ergens als achtergrond voor het podiumdienst doen.